Hey, lieve allemaal, vandaag lezen we het boek Dotties kuikens. Het is vroeg in de morgen. Dotie doet haar ogen open. Ook haar kuikens worden wakker. Ik heb honger, denkt Dotty. Zou er al voer voor ons liggen? Ze loopt heel even naar buiten. Maar als ze weer terugkomt, zijn al haar kuikens verdwenen. Dotie rent naar het varkenshok. Varken, mijn kuikens zijn weg. Heb jij ze soms gezien? Goh, zegt Varken, daar heb ik niet zo op gelet. Ik was juist mijn biggen aan het voeden. Dotie kijkt naar de biggetjes, die nieuwsgierig aankomen rennen. Maar wacht eens. Wie huppelt daar achter ze aan? Ho, roept Dottie. Kijk uit wat je doet. Vlug vangt ze haar kuiken op. Stel je voor dat er zo'n bol biggetje op gaat staan. Zo, die is veilig. Nu de andere vijf. Dottie en haar kuiken lopen naar de vijver, waar Eend met haar jonkjes aan het zwemmen is. Hallo eend, ik ben een paar kuikens kwijt. Zijn ze misschien hier langs gekomen? Daar heb ik niet op gelet, zegt eend. Ik ben mijn kleintjes aan het leren hoe ze naar voedsel moeten duiken. Dottie kijkt hoe de jonge eendjes één voor één in het water plonzen. Kijk, die laatste kan ze niet bijhouden. Maar is dat eigenlijk wel een eendje? Oh, stop, roept Dottie verschrikt. Jij kunt helemaal niet zwemmen. Ze is net op tijd bij haar kuiken, om hem bij zijn vleugel te pakken. Twee kuikens in veiligheid. Nu zijn er nog vier, zoek. In de schuur liggen paard en haar veulen gezellig samen hooi te eten. Heb jij mijn kuiken gezien? Ik mis er vier, zegt Dottie. Maar paard schudt haar hoofd. Ik heb eigenlijk alleen op mijn veulen gelet. Dottie loopt alweer naar de deur. Maar opeens ziet ze iets bewegen. Verderop in het hooi. Ja hoor, daar zijn er weer twee. Hup, naar beneden jullie. Het is gevaarlijk daarboven. Spring maar op mijn rug. Dottie brengt haar kuikens naar buiten. Ze telt. één, twee... Drie, vier. Ik heb zes kuikens, dat weet ik zeker. Dus dan ben ik er nog twee kwijt. Overal zoekt Dottie haar twee kuikens: op het erf, in de boomgaard, in de wei. Langs het pad zit een roodborstje op zijn gemak een worm te eten. Wat ziet dat er heerlijk uit? Dottie's kuikens beginnen te piepen. En dan ziet Dottie haar vijfde kuiken. Hij wil het pad overrennen, maar die naar die lekkere wormen toe. Stop, roept Dottie. Wat heb ik je geleerd? Kijken. Eerst links, dan rechts, dan weer links. Wat een hoop kuikens, roept het roodbosje. Ja, zegt Dottie, maar ik ben er eentje kwijt. Maak je geen zorgen, zegt het roodborstje. Die heb ik zo gevonden. Dottie en haar kuikens lopen door de schapenwei. Ze komen langs de koeienstal en langs het hondenhok. Dottie zoekt overal, maar het zesde kuiken is nergens te vinden. De vijf kuikens worden moe. Ze klagen: Mama, we hebben zo'n honger. Ja, zucht Dottie. we gaan naar huis. Jullie zullen toch nu echt iets moeten eten. Treurig loopt ze naar het kippenhok met haar vijf jonkies achter zich aan. Piep, piep, roepen de kuikens blij, want de boer heeft graan gestrooid. Ze beginnen meteen te pikken, maar Dottie heeft geen honger. Waar is toch haar laatste kuiken? Piep, piep. Mama, waar was je nou? Ik heb zo lang op je gewacht. Daar is dotty Zes te kuiken. Hij heeft al die tijd bij het hok gezeten. Zie je wel, ik heb hem gevonden, zegt het roodborstje trots. Ik heb heel goed op hem gepast. En omdat hij zijn honger had, zijn we maar alvast met het ontbijt begonnen. En toen kwam er een olifant met een hele grote snuit. En die blies het verhaaltje zo uit. Gezellig dat jullie keken. Hoeveel kijkers had Dotty nou ook alweer? Tot de volgende keer.